No, thank you. What's that item, man? Abri. No money, no. No, just no money. To show you. Yeah, what was that? I was scared. The green one, it's fake. But, no, what is it? Show me. I promise. No, I will. No money. Just see. No, I show you. Show me that. I don't know what to do. I make this. No problem. I'm gonna. Very funny. It's not real one. You fall. It's funny for you. That's what. Goeie. Merci, c'est gentil. Ja? Tuurlijk, gek. Merci. C'est gentil. Yes. Wat put hem on? Wanna see? Yes. I try to speak English. Hello. Assalamu alaikum. Yes, what's the name of the parking wait? Guard. You are guard? Yeah, guard. Yeah. Thank you. Thank you, Taradam. Thank you. Wat put hem on? Shukran. Yeah. Goeie. Assalamu alaikum. Si wahad Allah rahmahu alaikum. Assalamu alaikum. Aji. Goeie. Thank you. You're welcome. Tris. No. One. Oh, Allah, Tris. It's one of my friends. Assalamu alaikum. Why can't you meet you? For you? How? Yes, how will you put up? How will you put up? Thank you, my friend. You have the English. Brother, stop. Welcome to Morocco. Beste mensen, welkom bij de nieuwe vlog van Mr. Fast. In deze vlog gaan wij op een bizar, maar dan ook echt een bizar avontuur. We gaan door de bergen, we gaan door grensovergangen, we gaan knallen met maar liefst 35 supercars. En dit door Portugal, Marokko. Ja, dat hoor je goed, Marokko. We starten in Lissabon. Nou, dan gaan we in het splinternieuwe Algarve Hotel. Vandaaruit gaan we naar Tanjung, gaan door Rabat, Casablanca, 2 dagen in Marrakesh en eindigen in Marbella. Wij gaan jullie meenemen. Ik ben hier voor het eerst. Nou, het begint goed. Waarom? We hebben relax kunnen parkeren. Nou, we gaan eens even kijken wat we gaan doen. It's me. Ja. Mr. Fast. Heb je een shirt? Mr. Fast. Welcome to Morocco. Yes, I know. Welcome to my country, the best country in all the world. What's your name, Abib? Abdul Fattah. My name is Mustafa. Morocco, it's the best country here. We have nice country, the best king in all the world, nice people. You're welcome. It's very safe. Kijk. You're welcome, my friend. Zie je? Het is ook gewoon veilig. Je hoort heel veel mensen zeggen van ja, maar dit en dat. Nee. Het is gewoon een veilig land. Brother, you watch out for my car. I stay near door your car. Don't worry, nobody touch your car. And here is very safe, you understand? Yes, man. Welcome. Ja, als hij dat zegt, dan weet ik niet of het echt safe is, ja. Nee. Dankjewel. Wat doe jij? Naar Fates. Laatste. Naar Fates laatste. En dat doe jij zo, Matthij? Met moeder. Wauw, strijder jongen, denk hem aan. Denk hem aan. Wat is dit? Ik ga natuurlijk niet zeggen dat hij lekker is. Deze was boos op de man dat de klanten worden gehaald of wat dan ook. Concurrentie is hoog. Concurrentie is gigantisch hoog. Wat is dit? Dat is sesam. Sesam. Oké. Dit one? Cacao. This one nougat. This one sesam black. This one anemone. This one pistachio. How much one? 50 dirham. Oké. Okay. I give you 20 dirham. Listen, you wanna try? Small piece. 20 dirhams. 20. No. 4 pieces. Zie, ik denk aan mijn crew natuurlijk. Iedereen moet proeven. Probeer maar, pak er maar eentje. Yeah, you want to ask a teacher? No, thank you. Hello. Nou mensen, wat je wel merkt. Blijf aan je tanden plakken. Ja. Laten we gaan, man. Ja. Böyle lüks yerlerde resmi çekiyoruz ya, bir de şöyle bir yerde resmi çekelim. Olur. Vind ik wel een hele goeie. Ja. Doe eens even een fotootje in deze gang, Pat. Zou dat een goeie zijn? Ja, maar maakt het altijd bij mooie plekken. Uiteraard. Bij zo'n plek. Heeft iemand een vuilnisbak gezien? Nee, geen één, hè? Waar maken we de foto?
Dit is zeg maar de... Ja, wat daar. Ik ben blij dat ze geen slang om mijn nek om me heen hebben gegooid ofzo. Ik ben nog steeds geen vuilnisbak tegengekomen. Heb je het in de gaten? 1 hour later. Ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren voordat een vuilnisbak tegenkomt. Zouden we dat kunnen kopen hier zo, de Rolex? Ja, kijk hier. Ik heb nog steeds niks te doen, jij wel, Happy. Maar het is ook niet dat overal vies is ofzo. Nee. Nee, dat is ook waar, hè? Kijk hier, allemaal sabers gewoon. Even een fotootje of niet? Ja, eerst foto en dan short. 0,5. Is het, maar... Mensen, je hebt hier echt van alles. Kijk, hè, voor lampjes, voor thuis. Je had daar dieren, kippen, zwanen. Echt eigenlijk alles wat je zoekt hier in Marrakesh vinden. Dan gaat kijken hoe geweldig het is. Ik vind het echt mooi. Je ziet het gewoon, weet je. Het is gewoon cultuur. Het is een heel ander leven dan in Nederland, in ieder geval. Zeker weten, het is gewoon totaal iets anders. Sleutelhangers. Zou je met zo'n sleutelhanger willen rondlopen? Is dat een sleutelhanger? Dat is een sleutelhanger, ja. Laat zien. Oh my god. Ja, ik zie dat wat je bedoelt. Ja, nee, dat is... Wil je er eentje? Nee, alsjeblieft niet, Abel. Nee? Zo'n zwarte voorbij je Mercedes? Hè? Kan je hem zo om je nek heen rollen? Lopen. Nee, alsjeblieft niet, man. Zelf gemaakt, wat is dat eigenlijk? Oh, je kan ook nog zelf... Bienvenue, mon ami. Speak English. English, you're welcome in my country. Thank you very much. After I share the festival for the color, for love. Up your eyes, not for buy, for love. For take picture for free, nice picture for you. Okay. Where come from? Morocco? No. Why? I'm from Turkey. Turkish, yes. From Netherlands. You're welcome. But original Turkish. You're welcome. Okay. What kind of oil? Argan oil is... Organic oil? Good. What? Argan oil is for massage, for everything, for hair, for lips, for massage. For okay. All the people coming in the Morocco, you visit the shop. Okay. If you don't visit the shop, you visit nothing. And this one is better shop for the kaftan and jalaba, handmade soul person. I'm from Netherlands. Holland, La Robi. Even 2 minuten, Gidja, wallah. Ik wil jou gewoon 2 minuten opnemen. Ik geef het even over naar Antwerpen. La Robi. Lidwer. Zet je nou? Ja. Muziek Marokko. La Robi, I like it. No, La Robi. This is mijn brothers. Also, if you need to make some good massage, you make massage. For you, if you're tired, you make good massage. Halal massage. Moment for moment, man for man. Number 4. Holland. Amsterdam, Marokko. Rotterdam. Ja, ik ga bijna op z'n man. Ja, we gaan... Wat gaat het, brother? Nee, het is oké, man. Kom, en daar. Dat was even anders. Dat ging even niet goed, volgens mij. Nee, denk het ook niet, hè? Nee, maar we werden opeens naar een echt afgelegen gedeelte gebracht. Ja, hij hield ons aan in het gesprek, toch? Ja, letterlijk. Want op een gegeven moment begonnen hij gewoon dingen zomaar te zeggen. Het is wel... Snik heet. Snik heet. Snik heet. Snik heet. Ja. Helemaal serieus, hè? Dat was net wel even een loesje locatie waar hij naartoe loopt. Hij was echt aan het weglopen, of niet? Was ik de enige die dat zag? Ja, we zetten wel alles op beeld. We werden een zijstraatje ingetrokken. Daar nog een zijstraatje van. En daar nog een zijstraatje van. Daar stond 5 man te lachen. Dus zie je wat er zou gebeuren als wij 2 samen op vakantie zouden gaan? Zou niet goed aflopen, man. Echt, op het nippertje zijn wij eraan ontkomen, denk ik. Ja, man. Ja, we weten het niet. We moeten nu ook niet de boel groter maken dan dat is, mensen. Maar hij probeert ook hartstikke lief. Ja, mijn zusters winkeltje. Een winkeltje van mijn zus. Speciaal gemaakte massageolie. En dan loop je door. Dan zegt hij, ja, deze winkel is ook van ons. Dan maak je speciale kleding voor sultans en zo. En dan ga je die loesje straat in. En daarna draaien wij terug. Wij lopen weg. En hij komt niet meer. Hij was ook meteen voetie. Oh. Hij was ook meteen voetie, hè. Zullen we misschien nog zo tegenkomen, denk je? Ik absoluut niet. Kijk, nu is het kopen. Hey, ik ga weer wat proberen, mensen. Ik zie wat dingetjes. One fromage, one chicken. I wanna try. How much is it, Abi? 15 each. Oké. Okay. Oh, wat? Wil je ook eentje proberen? Nee, dankjewel, Abi. Echt niet? Ik zit echt vol nog, man. Nee, ja. Dankjewel. Jij ook in mijn geest. Mijn sister heeft wat Argan oil. Ook al? Ook al olie. Huh? Zijn al die gasten daar? Aha. Dit is Geneva, boys. Dat toch mooi. Hij heeft de perfecte schoen uitgekozen voor deze. Nou, ik hoop dat we nu rust gaan krijgen omdat ze gaan denken dat ik een Marokkaan ben. Hij is ook. Kijk, weet je dit, hè, boys? Omdat hij niet praat, serieus waar, denken ze dat hij Marokkaans is. Hij zegt niks, snap je? Hij volgt ons alleen maar. En dat geeft mensen de blik
dat wij met iemand zijn die hieruit hier vandaan komt. En als je hem zo ziet, dan ga je meteen denken, oké, dat is niet normale iemand, maar een agent of snap je wat, als je hem zo zou zien. Wij gaan vandaag in Marrakesh een Marokkaans opscheertje doen. Wat een plein, man. Wat een plein. Oh, DNR shop. Muziekshop in Nederland, dat weten die ook alweer, onze muziekshop. A la DNR, maar dat maakt niet uit. Gewoon een lopende muziekshop. Hij vol op de weg. Ik geef hem 20 dirham, maar dat vond hij te weinig. Ik heb niks gehoord van hem, ik heb niks gedronken. Een foto. Nou, thank you. Wat zat hij erin, man? Abri. No money, no. No, just to show you. Yeah, what was that? I was scared. It's not real one, it's fake. What? No, what is it? Show me. I promise. No money. Just see. No, I show you. Show me then. I don't know what to do. I make this. No problem. I'm gonna. Very funny. It's not real one. You fall. It's funny for you. Hey, ik word gewoon herkend. Oeps. Kijk, je wordt herkend. Frits. Mika. Dennis, wat brengen jullie naar Marrakesh? Naar vakantie. Lekker, mooie chill. Lekker rustig. Ik sta op de kamer, hè. Wat ik in Marrakesh wel merk, dat ze in het verkeer zeer agressief zijn. Ze zijn zeer agressief in het verkeer. Snel weer zien. Zo, zie je? Ja, dat bedoel ik net, wat agressief. Maar belletjes belangrijk. Nou mensen, ik ga zo... Ga ik proberen om 200, misschien zelfs meer kinderen blij te maken. We hebben wat cadeautjes meegenomen uit Nederland. Laten we met z'n allen kijken wat er gaat gebeuren. Ik ben enthousiast, zeer enthousiast. Let's go. Tjallah, we gaan even weg. Gaat het, jongens? Ja. Ja? Check de zweet. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Ik heb wel van de dag genoten, oprecht. Want je merkt ook dat mensen ook echt ook gewoon ja, dankbaar zijn. Maar je ziet hoe mensen daar gelukkig van worden. Van een gele vestje die ze dan krijgen, of een t-shirt of een pennetje. Ik wil vanuit hier echt oprecht aan iedereen dit aangeven. Alhamdulillah. Wij moeten eigenlijk dankbaar zijn dagelijks wat wij hebben. Als je dit ziet, hè, daarom is het ook gewoon goed dat we hier zijn vandaag om te kunnen ervaren wat wij... We moeten gewoon onze mond houden, want wij zijn al veel te verwend in Nederland. Echt waar. Wil ik bij deze vlog afsluiten met het verzoek. Of je alsjeblieft te abonneren. En belletje wel aanklikken. En daarnaast ook even kan abonneren op Instagram en TikTok. En Facebook, en Twitter, en Snapchat. Nou, jullie hebben nog wat te doen. Dank jullie wel even voor het kijken. Tot snel.